Goedemiddag, ik ben vandaag op de Nieuwe Schravenlandseweg 50B in Bussum, een appartement. Mijn naam is Ellen Mouten, Ellen Moutenmakerdij, en dit is een live bezichtiging als je meekijkt op vrijdag om 12:30. Dit filmpje staat ook gewoon op Facebook naar de hand en op de eigen website van dit appartement. Ik draai even de camera om, want dan weten jullie waar het over gaat hier. Kijk, dit is niet het appartement, dit is het uitzicht aan de voorkant. En dat is eigenlijk wat heel erg leuk is. Dit appartement, dat is gelegen in het Spiegel. En het Spiegel is een hele groene wijk in Bussum. Vlakbij het station, vlakbij allerlei winkels. Je loopt gewoon eigenlijk overal naartoe. En de buurt kenmerkt zich door de aanwezigheid van hele mooie grote villa's. Maar ook heel veel groen. En dat is wat je meteen hier ziet. Ik sta nu eigenlijk op de verhoogde entree van dit appartementencomplex. Dit appartementencomplex bestaat uit een souterrain, zeg maar, met garages en dan een 1, 2, 3, 4 woonlagen. En het appartement dat ik aan jullie laat zien dadelijk, dat is daar gelegen op de derde woonlaag, oftewel de tweede verdieping. Het complex is heel erg netjes onderhouden. Als je ook kijkt, overal kunststof, ramen, kozijnen en is gewoon heel verzorgd. Goede VVE. Nou, er is een centrale entree natuurlijk. Nou, hier zie je eigenlijk dat er 2, 4, 6, 8 mensen gebruik maken van deze voordeur. En hier zitten ook de brievenbussen. Het appartementencomplex heeft geen lift. Dus ik ga even met jullie naar boven lopen. Maar wat heel erg leuk is, dat laat ik jullie zo even zien, is de boodschappenlift die er wel is. Boodschappenmandje. Nou, hier op de begaande grond is een trap naar beneden. En daar beneden is de individuele berging van ook dit appartement. Dus voor je fiets en dergelijke, die kun je daar kwijt. Nou, de trap is makkelijk beloopbaar. Het is altijd minder interessant, want ik laat de trappen zien. Oh, dan gaat het lampje uit. Dat heb ik net aangedaan. En die maak ik nog even aan. Maar hierboven is ook alweer een daklicht. Kijk, dat kun je ook zien hier langs. Ja, dus het is niet helemaal donker in het trappenhuis. Maar we zijn er alweer bijna. Nou, en hier zie je dan meteen. Kijk, hoe schattig is dit? Dit is de boodschappenlift. Heel eenvoudig systeem. Heel leuk. Nou, dan zijn we meteen bij de voordeur van het appartement. Een spionnetje, altijd handig als je natuurlijk binnen staat. En gewoon netjes verzorgd. Ziet de voordeur eruit. Komen we in de hal. Nou, dat is een mooie, ruime hal. Je ziet ook dat hier een tafeltje staat. Dat soort dingetjes. Die ruimte is er echt wel. Nou, dan draai ik even om. En dan begin ik met jullie in de woonkamer. Kijk. Wat ik net al zei, is dat, ja, het ligt in het Spiegel, dit appartementencomplex, met een superleuk uitzicht. Kijk, als je hier woont, heb je heel mooi uitzicht op deze grote villa's, mooie villa's. En mensen die aan de overkant wonen, ja, die kijken uit op een appartementencomplex. Het is maar wat je liever hebt. Grote ramen en eigenlijk gewoon, ja, een hele mooie leefruimte. Hey, dit is de zithoek. Mevrouw is hier niet meer woonachtig, dus er zijn wat meubeltjes uit. Hey, hier stond in eerste instantie ook een bank voor en een andere bank. Dus je hebt eigenlijk gewoon heel veel ruimte in dit appartement. Hey, want je hebt er gewoon een goede, ja, hoek voor een eettafel en je hebt een grote zithoek. Nou, vanuit de eethoek heb je zicht op het balkon, of zicht op het balkon, loop je naar het balkon. Het balkon is op het oosten, je hebt je vooral de ochtendzon. En het is gewoon echt een goed formaat, ongeveer 4 vierkante meter. Dus hier kun je echt gewoon lekker zitten. Kijk. Nieuw Schravenlandseweg is niet een super drukke weg, maar ook niet een hele rustige weg. Dus als je hier woont, er gebeurt ook nog wel eens wat. En hierachter
En daar ligt eigenlijk al, zit je zo op loopafstand, loop je naar de Spiegelstraat met allemaal leuke winkeltjes, de bakker en dat soort dingetjes. En ook het station van naar de Bussum, daar ben je heel dichtbij. Nou, je ziet dat hier ooit een toegang ook is geweest vanuit de zitkamer. En naar alle waarschijnlijkheid, die is trouwens nu dicht, naar alle waarschijnlijkheid ja, is dit ooit een aparte kamer geweest die je vanuit de woonkamer kon bereiken. Dus dan had je in plaats van een driekamer appartement, had je een vierkamer appartement. Nou, mocht je echt heel veel behoefte hebben aan je aparte kamers, dan zou je dat nog kunnen overwegen. Want deze kamer is in principe ja, ook groot genoeg hè, om hier ook nog een eettafel te plaatsen. Nou, je ziet verder dat hè, de wanden zijn gestukt, geschilderd. Er ligt een houten vloer in. Als je daarop tikt, dan... ik weet niet of jullie het goed horen. Dan hoor je dat hij een beetje zwevend ligt. Dus wij gaan ervan uit dat het een zwevend gelegde parketvloer is. Helemaal zeker weten doen we dat niet. En hier zie je dat er dus ooit een doorbraak is gemaakt. Hè, van de woonkamer naar die extra kamer. Nou, hier hebben we de hal. Hier is de voordeur, hè, waardoor ik net naar binnen kwam. Hè, daarnaast zit nog de meterkast. Nou, dan heeft dit appartement natuurlijk een keuken. Wat leuk is in dit appartement is dat het traphuis in het midden zit. Dus dat je aan de voor- en aan de achterkant ramen hebt die uitkijken. Het is dus geen galerijflat, het is echt gewoon een portiekflat, zoals ze dat noemen. Nou, ook hier zie je weer hè, kunststof, dubbel glas. Alleen bij het balkon zien we enkel glas. En ook hier vanuit de keuken heb je gewoon een heel mooi uitzicht op grote huizen. En dit raam, je ziet het misschien wel, kijk, dit is heel helder. Dit is niet helder. Waarom? Er zit gewoon een hor voor. Dus je kunt heerlijk de ramen open hier. En dan heb je gewoon geen angst voor kleine muggetjes en dat soort dingetjes. Nou, als je kijkt naar deze keuken, ik zal hem even wat beter laten zien. Dan zie je eigenlijk dat de inrichting zelf van de keuken is gewoon eigenlijk wel verouderd. Die is eigenlijk op. Kijk je naar de ruimte, zeg je ja, dit is echt gewoon toch wel een hele mooie ruimte. Hier kun je een hele goede L-vormige keuken in kwijt. He, je ziet dat ook hier de wasmachine hierin staat. He, er zit een afwasmachine in. Ja, je hebt voldoende ruimte hier om een nieuwe keuken te maken. Want deze keuken, als ik heel eerlijk ben, die heeft zijn beste tijd eigenlijk wel gehad. Maar goed, de plek is goed. Je kijkt gewoon goed uit. En er zitten hier van die Louvre deurtjes nu tussen. Nou, dan heeft het appartement nu een tweetal slaapkamers. Dit is de hoofdslaapkamer. Daar staat nu een klein bed in. Daar kan ook een normaal bed in. En daar zit ook een vaste kastenwand in. Ook hier trouwens weer een hor. Dus ook 's nachts kun je slapen met de ramen open. Hoe fijn is dat? Nou, en dan heb je hier dus een vaste kastenwand en een slaapkamer, echt van een goed formaat, waar een mooi groot bed makkelijk in past. Kijk. Nou, er zit een vloerbedekking, ligt er op de grond. Die heeft zijn beste tijd gehad. Nou, vind ik dat over het algemeen eigenlijk altijd wel, dat als je vloerbedekking hebt in een huis of in een appartement, ja, dat ga je toch wel vervangen. Dat is toch wat minder hygiënisch. Dan is er een tweede slaapkamer. Die is hier eigenlijk helemaal als een soort bergkamer in gebruik genomen. We weten van andere appartementen, die hebben hier gewoon echt gewoon een goede slaapkamer van gemaakt. Een tweede slaapkamer voor een eenpersoonsbed, die kan hier heel goed in. En ook hier zien we bij de draairamen weer een hor. Lekker veel licht. Allemaal dubbel glas en ramen tot heel laag. Dus dat is eigenlijk, ja, geeft een heel ruimtelijk gevoel. Nou, een grote spiegelwand, kun je mij zien. Niet zo interessant. Oh ja, en hierachter, daar in die kast, daar zit ook de cv-ketel en die is een paar jaar oud. Het appartementencomplex heeft dus geen gemeenschappelijke cv, maar elk appartement heeft een individuele cv-ketel. Hoe fijn is dat? En daardoor zijn de servicekosten van €185 zijn ook veel lager dan bij andere appartementencomplexen. Vaak zie je bij appartementencomplexen de servicekosten best wel hoog. Waarom?
aanwezigheid van een lift hebben we hier niet. Je hebt gewoon twee trappen. Goed te doen, vind ik zelf. Dus de sportschool, daar kun je ook een abonnementje minder op afsluiten. En je hebt een eigen cv, waardoor de kosten gewoon echt goed te behapstukken zijn. Nou, badkamer. Er zit een vaste wastafel in met een meubel. Gewoon goede opstelling. Een klein zitbad. Als je gewoon een bad heel belangrijk vindt, dan is het gewoon een zitbad. Zeg je van, nou oké, ik wil hier toch liever douchen. Er zijn tegenwoordig mogelijkheden om in één dag tijd het bad eruit te halen en meteen er een douche in te zetten. Dat is ook heel erg betaalbaar. Dat zijn van die douches die ze gewoon in een badkamer schuiven. En hier heb je ook een vrijhangend toilet. Dus de badkamer heeft een zitbad. Heel eenvoudig te vervangen door een douche. Er zijn allemaal mooie systemen voor. Hoef je dus niet de hele badkamer aan te pakken. Dan kun je alleen gewoon, dan schuiven ze er gewoon in. En dan heb je hele mooie kunststof. Ziet er echt heel mooi uit. Dat heb ik nu een paar keer gezien. Dat zijn, ik vind het hele goede dingen. Gewoon goed formaat. Niet super klein. Handdoekradiator erbij. En dan hebben we eigenlijk het appartement al gezien. Wat ik al zei, je hebt op de begane grond hebben we nog een berging. Nou, die laat ik niet zien. Oh ja, het is ook wel leuk trouwens. Tussen de hal en de woonkamer zit een deur met een roedeverdeling. Nou, er zitten wat klassiekere klinken op. Nou ja, dat is, als je zegt van, joh, weet je, ik wil het wat moderner hebben, eigen tijds hebben. Ja, dat is eigenlijk een kwestie van een aantal details veranderen. Kleuren veranderen, je meubels erin en het ziet er al heel erg anders uit. Dan zeg je, joh, ik ben veel strakker. Dat is natuurlijk geen enkel probleem. Dus ook hier aan de voorkant is het dubbel glas. Dit is trouwens geen kunststof, dit is hout. Dus aan de straatzijde is het hout. Met heel praktisch daar een uitklapraampje en een heel leuk zicht dus weer op die straat. Ik vind dat gewoon eigenlijk heel mooi. Hier. Kijk, een goede woonkamer. Met echt, als je kijkt hoeveel spullen er nu nog in dit appartement staan, in deze woonkamer, is eigenlijk best wel veel. Hier in die eetkamer, daar staat een kast, er staat een stoel, er staat een eettafel, er staat nog een klein kastje. Er is gewoon, heel veel ruimte in het appartement. Zeg je, jongens, ik wil een grote tafel hierin, met een mooie kroonluchter, want kijk, ik denk dat daar een aansluiting achter zit voor de elektra. Weet u natuurlijk niet zeker, maar dat denken we wel. En dan heb je natuurlijk een hele grote mooie living. Echt gewoon een goed formaat woonkamer. Het is een goed formaat woonkamer. Een lekker ruime hal, waar je ook gewoon nog wat spulletjes kwijt kunt. Een keuken met een heel leuk uitzicht. En van deze klapdeurtjes. Uitzicht is ook weer op het groen en op de villa's. Echt een appartement in het Spiegel. En die zijn er niet zo heel veel. Dus dat is best wel uniek voor het Spiegel. Om hier een appartement van deze grootte en in deze prijsklasse. Om dat te kunnen kopen. Slaapkamer, gewoon goed formaat. Hier staat nu een klein bed in. Maar je ziet, daar staat ook weer een kastje. Je hebt hier echt voldoende ruimte voor een groot bed. En er zit dan ook nog een vaste kastenwand in. Nou, de tweede slaapkamer is kleiner. Is eigenlijk nu door mevrouw die hier niet meer woont in gebruik helemaal als een kastenkamer. Ze heeft hier allemaal de spulletjes opgeslagen. Maar hele goede afmeting voor gewoon een eenpersoons slaapkamer. Dus zoek je een appartement en heb je een kind, dan is het een fantastisch leuke kinderkamer. Je gaat alleen even de kasten eruit halen. Nou, dan doen we nog even de badkamer. Met het zitbad. Het is heel eenvoudig om het zitbad tegenwoordig te veranderen. Er zijn allerlei bedrijven voor die daar heel makkelijk een douche kunnen inschuiven. En dan hoef je dus niet de hele badkamer te renoveren om hier een douche in kwijt te kunnen. Maar misschien zeg je wel, joh, weet je, ik vind een zitbad, ik vind het top, want ik hou van even een beetje badderen. Een groot bad, neemt wel heel veel ruimte in beslag, maar dit is een goede tussenoplossing.
Nou, dan hadden we op de centrale, laat ik nog heel even zien voor degenen die later ingehakerd hebben, heb ik hier op de overloop heel erg leuk. Kijk, de boodschappenlift. Is dat niet grappig? Kijk, die kun je gewoon naar beneden sturen en naar boven. En dan hoef je niet met je boodschappen te slepen. Het is op de tweede verdieping gelegen. Twee trappen omhoog. Makkelijk beloopbare trappen. En je boodschappen zet je gewoon in het mandje. Nou. Ja, en hier zit dus die... Kijk, zo'n klein spionnetje waardoor je kunt zien wat er op de hal gebeurt als iemand aanbelt. Er is beneden een belletableau. En daar dan kun je gewoon de deur openen. En boven kun je ook nog even kijken wie er bij jou voor de deur staat. Nou, ik ga de camera even omdraaien. Nou, ik hoop dat jullie allemaal een hele goede indruk hebben van dit appartement. We gaan hier komende maandag beginnen met bezichtigingen. Wil je een afspraak maken? Doe dat even snel met ons kantoor. Er is best wel veel belangstelling. Dat begrijpen we ook heel erg goed. Appartement in het Spiegel van deze grootte, deze prijsklasse, komt niet zo vaak te koop. Neem contact met ons op via ons telefoonnummer of via WhatsApp of via Facebook Messenger. We zijn op verschillende manieren te bereiken en natuurlijk ook via e-mail. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.